Ik ben Dries, ik ben lesgever aan de UCLL Technieken Wetenschapsacademie en mijn taak bestaat eruit om STEM-workshops te ontwikkelen en te onderzoeken. Eenmaal als dat onderzoek afgerond is, dan gaan we daarmee naar klassen trekken en dan proberen we te linken aan de eindtermen. Verder bestaat mijn taak eruit om studiedagen te organiseren voor leerkrachten, om zo stemdrempels eigenlijk te verminderen of te verwijderen voor jongeren en leerkrachten. De UCLL Technieken Wetenschapsacademie biedt kwaliteitsvolle STEM-workshops aan, omdat we merken dat er een grote vraag is naar STEM-profielen wereldwijd. We proberen daar een antwoord op te bieden en dat doen we door de jongeren voor te bereiden vandaag op de uitdagingen van morgen. Hoe pakken we dat aan? Enerzijds door vernieuwend STEM-aanbod of vernieuwende STEM-workshops aan te bieden, door het professionaliseren van leerkrachten, door studiedagen te organiseren. En tot slot hebben we een heel breed gamma aan gereedschappen en didactische materialen die ter beschikking staan van scholen. Ik ben Olivier van de UCLL Techniek en Wetenschapsacademie in Leuven. Ik geef daar workshops, ik ontwikkel daar ook workshops en ik werk daar ook heel veel met studenten samen om dan die workshops daar te brengen aan kinderen en aan scholen. Wij pakken STEM eigenlijk aan in verschillende stappen. De eerste stap die wij aanbieden, dat is eigenlijk om de kinderen kennis te laten maken. Dat is een prikkeling geven. Dat zijn kleinere workshops waarin we gaan aanbieden wat ze gaan doen. Echt het prikkelen van de emoties. Als ze dan die prikkeling hebben gehad, kunnen ze daarna verder gaan naar de verdieping. Daar gaan wij eerder inspelen op de fascinatie om iets met STEM te doen. Dan kunnen we ervoor zorgen dat ze allemaal verschillende elementen doen en echt hun eigen keuzes kunnen maken waar ze heen willen met hun STEM-opdrachten. Uiteindelijk kunnen we dan verder gaan naar de stappen die ze echt nodig hebben om een passie te creëren voor STEM, om er echt zelf mee bezig te zijn, thuis mee bezig te zijn, of voor scholen om er zelf als school mee aan de slag te gaan. Dus wij proberen een heel grote basis aan te bieden van relevante en actuele thema's, die we dan op een heel kindvriendelijke manier uitwerken. Wij proberen er ook wel voor te zorgen dat alles dat wij bij de Techniek en Wetenschapsacademie maken, dat dat onderbouwd is, dus dat dat pedagogisch en didactisch in orde zit, zodat scholen er echt de waarde van inzien om bij ons een sessie robotica te volgen. De kenmerken waar wij heel hard op focussen in de Techniek en Wetenschapsacademie is om ervoor te zorgen dat de kinderen veilig zijn. Een veilige omgeving, zowel fysisch als mentaal, dat ze er bezig mee kunnen zijn, dat ze de workshops kunnen maken. En dat gaat van de kleuterschool tot in het secundair. Dus wij bieden heel veel verschillende workshops aan. Bij de kleuters gaat dat al heel simpel beginnen, maar die gaan ook een diepgang krijgen. Die gaan leren om met loops te werken, dus herhalingen te maken. Bij de studenten van het middelbaar, die gaan weer diepgaande opdrachten krijgen. Die gaan al echt moeten nadenken over steden van de toekomst. Hoe maken we een stad, zoals bij mij bijvoorbeeld Leuven, naar de stad van de toekomst? Wat kunnen zij betekenen daarin en welke projecten kunnen zij daarvoor uitwerken? Natuurlijk alles in die veilige omgeving en ook ervoor zorgen dat de kinderen het belang ervan inzien en natuurlijk ermee aan de slag kunnen gaan. We hebben verschillende workshops rond STEM. We hebben zowel losse STEM-workshops waar niet alles van STEM aan bod komt, maar we hebben ook geïntegreerde en complete projecten. Een aantal voorbeelden van losse workshops zijn trouwens programmeren, trouwens besturen, robots bouwen, programmeren, een module van de First Lego League volgen. En dan hebben we ook nog geïntegreerde en complete STEM-projecten waar eigenlijk alle facetten van STEM aan bod komen. Een voorbeeld daarvan is een windmolenproject. Daarbij gaan ze dus onderzoek doen naar de stand van de wieken, het aantal wieken, de vorm van de wieken. En met al die data die ze verzamelen, gaan ze eigenlijk zelf een windmolen ontwerpen die een batterij kan opladen. Die krijgen ze dan ook mee naar huis na de workshop. De robotica die wij op de UCLL Techniek en Wetenschapsacademie gebruiken, dat gaat van EW3's tot Spikes tot alle lagere robots die ook van Lego zijn. We werken niet alleen maar met robotica, we hebben ook programmeerworkshops die we geven. Zo kunnen de leerlingen hun eigen videogame maken, want heel veel kinderen kennen wel wat dat is, een videogame, maar ze weten niet wat daarachter zit, hoe ze dat moeten bouwen en zo verder. En dan zijn er natuurlijk ook onze techniekworkshops waarin ze echt iets fysiek gaan bouwen, leren over elektriciteit en hoe dat alle structuren ineen zitten. Het is heel belangrijk dat kinderen geprikkeld worden om met STEM aan de slag te gaan, want er is nog een heel grote technovrees, een grote vrees bij leerkrachten en leerlingen om aan de slag te gaan met STEM. Er is een heel grote barrière, want ze denken, ik kan dat niet, en wij willen eigenlijk dat ze daarvan afstappen, en in plaats van ik kan dat niet, gaan ze naar ik kan dat nog niet. We willen dus voor zorgen dat de kinderen een growth mindset krijgen, waardoor dat zij zelf met hun problemen aan de slag kunnen gaan om problemen op te lossen binnen STEM, maar we willen ook een geïntegreerde aanpak tussen de verschillende vakcomponenten, om ervoor te zorgen dat ze niet alleen in STEM blijven en daar problemen oplossen, maar ook in alle verschillende andere vakken gaan kijken, hoe kunnen wij daar problemen in oplossen en hoe kunnen wij die koppelen aan STEM-vaardigheden of andere vaardigheden.